Ilke van der Wal, bondscoach van de handbikers en alle andere wielrenners met een beperking. Jullie gaan naar Londen. Wat voor weg gaan jullie nog bewandelen voordat jullie daar gaan beginnen? Nou ja, allereerst hier het mooie NK natuurlijk. Maar dat is een voorbereiding op volgende week. Het WK in Roskilde, Denemarken. Waarna we volgend jaar, precies maandag over een jaar, naar Londen gaan. Hoe staat het ervoor met de handbikers in Nederland? Wat zijn de kansen qua medailles? Lastig. In te schatten, het gaat goed. We gaan waarschijnlijk met 3-4 handbikers naar Londen. Waarvan ik toch wel 2-3 medailles verwacht in Londen. Over 2 weken ga je naar Roskilde voor het WK. En dan Londen. Is dat een traject wat voor jou als een rode loper ligt nu? Ja, absoluut. Absoluut. Dit NK is natuurlijk super mooi, maar het staat allemaal in teken van het WK nu nog. Ik heb 2 nominaties nu gehad voor Londen. En het WK zo goed mogelijk meerijden natuurlijk. En dan hoop ik volgend jaar zeker de start in Londen. Ik werk voor de Rabobank Foundation en wij zijn het maatschappelijke fonds van de Rabobank Groep. En aan ons is gevraagd om financieel bij te dragen voor het talentenplan van aangepast wielrennen. Ja, we hebben gezegd van dat past zo bij Rabo om ook de mensen met een beperking te betrekken bij het wielrennen. Het hoort erbij. En ze gaan voor goud ook. En ze gaan voor goud, ja. Ik heb van de bondscoach Eelke van der Wal gehoord dat er behoorlijk wat talenten zijn richting Londen volgend jaar. Dus dat is fantastisch om te horen. Naast de handbikers heb ik nog de tandems. Voor de visueel beperkt is dat. De cycling categorie, de gewone racefiets eigenlijk. Voor mensen met een amputatie bijvoorbeeld. En nog de tricycling, de driewielers. Voor mensen met evenwichtstoornissen. En hebben jullie nog trainingskampen belegd voordat de grote wedstrijden in Londen zijn? Ja, absoluut. We zijn volgend jaar meer weg dan thuis. Dus als het hier regent, moet je af en toe ergens anders naartoe om goed te kunnen trainen. Dus we zijn eigenlijk de hele winter sowieso weg. En waarna we volgend jaar wedstrijden en trainingskampen hebben.